Het raadhuis van Hilversum is het startpunt geweest voor een actie ten bate van een bergdorp in Algerije dat in de beroemde Abbé Pierre een warm pleitbezorger heeft gevonden. Voor dat dorp, Jemila, had burgemeester Boot een hoeveelheid papier mee van huis genomen die hij als eerste aan de Franse priester ter hand stelde. Alle ambtenaren van het stadhuis volgden het voorbeeld van de burgemeester en al spoedig kwam Abbé Pierre handen tekort. De actie die in de radio, tv en filmstad georganiseerd was door de stichting Emmaus Vrienden Nederland begon pas goed de volgende dag, toen ruim 700 vrijwilligers met meer dan 100 auto's de stad introkken om huis aan huis niet alleen oud papier, maar ook lompen en metalen in te zamelen. Dat men veel kachels en haarden meekreeg moet worden toegeschreven aan het feit dat de Hilversummers er na de komst van het uitgas nogal wat van opzij hebben gezet. Aan het einde van de dag hadden de voddenrapers van Abbé Pierre op vele plaatsen in de stad enorme voorraden te sorteren die bij verkoop volgens een eerste schatting een bedrag van zeker 30.000 gulden zullen opbrengen. Daarvoor kan in het door de oorlog in Algerije grotendeels vernielde dorp Jemila veel worden gedaan op het gebied van huisvesting, voeding en kleding, onderwijs, landbouw, veeteelt en bebossing en vooral ook op het terrein van de medische zorg, waaronder de zuigelingenzorg in de eerste plaats. Een verheugend resultaat van een sympathieke actie die in de komende maanden nog zal worden voortgezet.